De vorige keer in Kingdom Fenrir. Dit is niet zomaar een wolf. Daar kom je snel genoeg achter. Tot ziens. De tijd van de spirits is voorbij. Dit is jouw test. Was dit? Han! Pas op! Keizer! Is dat niet allemaal deel van je plan? Om Fenrir te vernietigen? Misschien. Je laat me geen andere keus. Nee, dat kan niet. Mijn tijd zit erop. Tijd om dit masker af te doen. Emiel? Wat is er gebeurd? Heeft hij nog iets gezegd? Nee. Of wacht. Ja! Praatvriendje. Hij is gek. Hij is echt gek. Ja! Ja! Kijken of ik hem aan de praat kan krijgen. Emiel? Huh? Ja? Wie is daar? Laat me met rust! Hou je mond. Niet jij. De stem. Niet jij. Rustig maar, Emiel. Ik ben het. Jurgen. We zijn vrienden, weet je nog wel? Jurgen? Nee. Dat is weer een stem. Ik weet het zeker. Al die stemmen. Al die mensen, waarom de stemmen? Emiel, help mij dit goed maken. Waar heb je Laura heen gebracht? Laura? Is dat ook een stem? Ik weet het niet, er zijn zoveel stemmen. Zoveel mensen die... Wat heb ik gedaan? Emiel, weet je al waar het masker is gebleven? Masker? Nee, niet het masker! Bedankt voor je hulp. Ik kom later wel weer terug. Dat masker heeft hem kapot gemaakt. Hij wordt gekweld door al zijn slachtoffers.
Bedankt, Ferry, dat je zo snel kon komen. Geen probleem, keizer. Ik was al klaar met mediteren. Ik weet dat de spiritwereld vergaat omdat Darlat in zijn ware vorm gedood is door u. Maar vertel, waarom ben ik hier? Als goeroe heb jij de sterkste link met de spiritwereld. En aangezien jij de laatste tijd zo hard je best hebt gedaan voor Fenrin, wil ik je belonen. Hierbij benoem ik je tot hertog van Kujira. Maar er is geen tijd om het te vieren. We moeten Fenrin redden. Keizer, wat een geweldig nieuws. Bedankt voor het vertrouwen. Ik zal er alles aan doen om een oplossing te vinden voor het probleem. En om Kujira goed te besturen. Ik had niet anders van je verwacht, Ferry. Als je verder geen vragen meer hebt, ga ik mijn zoektocht naar Laura voortzetten. Nou, ik heb eigenlijk wel een vraag. Om Kujira goed te kunnen beschermen, wil ik graag een paar krijgers persoonlijk trainen. Maar niet alleen op het gebied van vechten, ook op het gebied van spirits. En deze training moet snel beginnen, gezien alle gevaren die eraan komen. Dus als u daarvoor toestemming geeft... Dat klinkt als een prima plan, Ferry. Met deze heb je toestemming om jouw spirituele krijgers persoonlijk te gaan trainen. Succes! U ook heel veel succes, keizer Jurgen. Ik zou u niet teleurstellen. Wat heeft dat te betekenen? Weer een einde maken aan het keizerrijk? Ik moet snel verder gaan met de training van de spiritkrijgers. Als je vecht om een spirituele plek, haal dan de kracht niet alleen uit jezelf. Haal de kracht uit de plek waar je bent. Haal de kracht uit alles dat leeft en laat stromen door jouzelf. Jullie gaan al erg vooruit. Neem jullie rust, dat is ook erg belangrijk en ik zie jullie morgen weer. Zo gek. Het leek alsof ik er echt was. Ik zag de grote bomen, de mooie plekken, ik zag zelfs een paar spirits. Het zag eruit alsof de spiritwereld aan het vervagen was. Alsof de spirits iets tegen ons probeerden te zeggen. Het leek wel eens op de uitnodiging. Denk je dat we erheen moeten? Waarom willen ze ons daar hebben? Het moeilijke aan een visioen is dat je nooit precies weet wat het betekent. Ik ben wel blij dat we allemaal hetzelfde visioen gehad hebben. Het is tijd voor de laatste stap van jullie training. Laatste stap? Wat bedoelt u daarmee? Nou, de monniken hebben extra vechtlessen gehad. De soldaten hebben veel les gehad over mediteren en de spirits. En we hebben samen veel getraind, maar we zijn nog niet aan elkaar verbonden. Verbonden? Wat bedoel je met verbonden? Een paar maanden terug las ik een boek. En daarin stond dat er een plek in de spiritwereld is waar je tussen personen een spirituele link aan kan leggen. Dat klinkt gek. Hoe werkt dat dan? Nou ja, hoe het ritueel gaat, of hoe die link precies ontstaat, weet ik nog niet. Dat moeten we uitvinden in de spiritwereld.
Maar wat ik wel weet, is dat als je met elkaar verbonden bent, je de kracht en de kennis voelt van alle andere personen. Zijn we dan nog wel onszelf? Ja, jullie zijn dan nog steeds jullie zelf. Het is niet alsof je gehersenspoeld bent. Zie het meer als een heel hecht team dat door een ritueel in gevechten en tijdens het mediteren nog sterker is. We hebben geen tijd te verliezen, laten we gaan. Is er de afgelopen dagen al vooruitgang geboekt met hem? Nee, meneer Gepapleide is gewoon verdrietig. Hij moet goed huilen. Wie is daar? Ik ben het weer, Jurgen. Jurgen? Jurgen, ik ken jou. Hoe jij ze ook. Waar zijn al die mensen? Waarom? Wat? Heb ik dat gedaan? Oh nee. Rustig maar, Emiel. Ik ben hier om jou te helpen. Weet je nog dat je een wolf meenam? Wolf? Wolven? Pas op, ze vlammen in wolven. Dit kan ik gebruiken. Onbalans is de sleutel naar het verenigen van de spirits. Nee. Nee, die twee is... Nee. De een is een wolf. De andere een draak. Ja, die wolf. Waar heb je die gelaten? Wolf, de draak was makkelijk. Die was makkelijk te verleiden. De draak was makkelijk te verleiden. De wolf. Jij hebt de wolf. Nee, niet meer. Ik nam hem mee. Een grot. Koude grot. Oké. Een grot? Koud? Dank je, Emiel. Je hebt me enorm geholpen. Waar ga je naartoe? Nee, niet weggaan. Laat me niet alleen. Oh, ik ben niet alleen. Jongens, we zijn er. Blijf dicht bij elkaar, we weten niet welke gevaren en nu schuilen naar wat er allemaal gebeurd is. Het lijkt alsof we in de buurt zijn. Ik voel het ook. Wat een kracht. Oké. Ik denk dat dit de plek is. Laten we gaan mediteren en zeg mij na. Kracht van ons allen is de kracht van één. De kracht van één is de kracht van ons allen. De kracht van ons allen is de kracht van één. De kracht van één is de kracht van ons allen. De kracht van ons allen is de kracht van één. Ik voel me sterker. Het is alsof ik jullie bewegingen ook niet krijg. We zijn nu voor altijd aan elkaar gelinkt. Deze spirituele band zal hier nog veel sterker voelen dan in de echte wereld. Vandaar deze heftige gevoelens. Het voelt er raar, maar ook geweldig. Laten we teruggaan. Ik heb het gevoel dat Jurgen ons nodig heeft. Ja, precies. Geen tijd te verliezen. Voor we het weten is het al te laat. Waar zou ze kunnen zijn? Ik heb haar geur. Maar waar is die grot?
Niek, mijn vriend. Dus dit is waar je je leven voor hebt gegeven. En nu lijkt die dappere daad in het niets te vallen door de verdoemenis van Fenrin. Allemaal door dat masker. Laura? Je hebt me gevonden. We hebben je hulp nodig. Darlaf is dood. Door mij. Er is een manier om Fenrin te redden. Maar voordat je begrijpt hoe, moet je weten hoe die verbinding is ontstaan. Hoe ik die verbinding heb gemaakt. En waarom.